Hoe kijkt een grote zorgverzekeraar als CZ aan tegen de ontwikkelingen in het gebied van de e-health? Daarover op dit congres met de vertegenwoordiger van die zorgverzekeraar, Menno Jansen. Wat is het probleem? Wat is het probleem? Dat is een hele goede vraag. Want het begint dus inderdaad niet bij de technologie, hoe wij tegen e-health aankijken. Maar we kijken naar de problemen in de gezondheidszorg. Nou, we zijn hier op een oudere zorgcongres. Daar is het probleem echt arbeidsproblematiek. En die is zo nijpend dat we echt gewoon mensen tekort komen. Mm-hmm. En we zien aan de andere kant eigenlijk hele mooie oplossingen technologisch die daarin zouden kunnen ondersteunen. Alleen we zien ze niet schalen. Dus mm-hmm. Ik denk dat dat het probleem is waar wij ook als zorgverzekeraar naar kijken. Even uw eigen leven. Wat ziet u om u heen bij de familie, vrienden of kennissen op dit gebied? Wie springt u dan in de geest? Nou, dat is best wel emotioneel. Dat is mijn moeder. Die is dit jaar overleden. En die heeft eigenlijk gebruik gemaakt van technologie ook in haar laatste levensfase. Oh ja? Ja. En dat heeft haar enorm geholpen. Mag ik vragen waaraan zij overleed? Ja, dat is de longkanker geweest. En eigenlijk hebben we in de laatste fase, waarin dus mantelzorg ook steeds belangrijker wordt, hebben we met behulp van technologie haar heel erg kunnen helpen. En heeft ze daar zelf ook heel erg veel profijt van gehad. Ja. Toevallig is mijn vader dit voorjaar ook aan longkanker overleden. En e-health was eigenlijk in die zin afwezig dat wij gewoon als klein clubje om hem heen stonden. En ik me afvroeg, hey, hoe werkt dat nou hier? En hoe komt het dat andere e-health zo goed kunnen gebruiken? Ja. Wat maakt nou dat verschil zo tot stand kan komen? Nou, omdat het eigenlijk nog niet standaard in de zorgprocessen zit. Dus wat je ziet in Nederland is dat er eigenlijk een heleboel mooie initiatieven zijn. Dus ik mag mezelf innovatiemanager noemen. Mm-hmm. Er kloppen veel bedrijven bij mij aan met hele mooie oplossingen. Alleen de klant, dus de patiënt zelf, weet eigenlijk niet dat het er überhaupt is. De organisaties die vaak wijkverpleging of zorg bieden, weten vaak ook niet wat er is. Of het is te duur, of het, er is nog geen geloof. Er zijn allerlei redenen in ons zorgsysteem, zoals we heden ten dagen georganiseerd zijn, waarom het eigenlijk nog niet opschaalt. En wij vinden als grote speler in die markt dat we daar een rol in zouden moeten spelen. En dat we daar een rol in te spelen hebben. En dat zijn we samen eigenlijk met andere partijen aan het uitzoeken. En wat was nou bijvoorbeeld specifiek in de situatie van uw moeder een ding, concreet, waarvan u zei, goh, dat e-health aspect is toch wel heel plezierig. Ja, nou wat je vaak hoort is dat ouderen niet met technologie kunnen omgaan. En echt behoefte hebben aan die handen aan het bed, zeg maar. Ja. Dat dacht mijn moeder ook. En mijn moeder gaf ook aan, ik kan dat niet. Maar als je daar op een gedegen manier mee omgaat en je luistert echt wat er dan wel eventueel mogelijk is, hebben we dat helemaal zien omkeren. Dus op het einde zei ze zelfs letterlijk, ik hoef eigenlijk die wijkverpleegkundige niet, want ik kan elke dag met iemand videobellen. Dat is dezelfde persoon. Die vertrouw ik. Die heeft inzicht in mijn data. En die helpt me eigenlijk heel erg goed door zo'n dag heen. En dat betekent dus eigenlijk gelijk een verlichtende druk op die thuiszorgorganisaties. Waarvan we ook weten dat het probleem is inderdaad dat die te weinig handjes hebben. Ja. Overigens geldt het niet voor alle klanten. Maar een bepaald gedeelte van klanten zijn er heel erg bij geholpen. Waaronder mijn moeder. Ja. Waar worstelt u nou mee als zorgorganisatie op dit gebied? Ik ben zelf geen zorgorganisatie, ik ben zorgverzekeraar. Nou, maar, dat zeg ik verkeerd inderdaad. Ja. Waar worstelt een zorgverzekeraar als CZ mee? Ja. Het feit dat eigenlijk alle partijen nog niet goed weten hoe we zeg maar, die technologie betaalbaar en kwalitatief in kunnen zetten in de bestaande zorgprocessen. Ja. Dus onze insteek is ook niet zozeer die technologie een push te geven, maar veel meer te kijken naar hoe kan het voor alle partijen, en dan bedoelen we gemeente, de patiënt, de zorginstellingen zelf, waarde halen uit die technologie. En dat doe je eigenlijk volgens mij alleen maar door het te gaan doen met elkaar. Maar wel je focus te richten niet alleen maar op die technologie en of die patiënt daar blij van wordt. Maar of uiteindelijk de betaler daarvan, en dat is vaak die thuiszorgorganisatie, er ook waarde uit kan halen. En wij dus als zorgverzekeraar ook. Ja. Ja. En dat kan alleen maar door dat met elkaar te doen. Dus ik heb net gesproken in een zaal. Wij doen dat op dit moment met een coalitie waar de gemeente Breda, een thuiszorginstelling, de wijkverpleegkundige en wij als zorgverzekeraar en de patiënten betrokken zijn om samen uit te zoeken hoe zo'n nieuw zorgproces eruit zou moeten zien, zodat iedereen daar zijn waarde uithaalt, zowel financieel als kwalitatief. Waar maken patiënten zich boos over richting CZ als het gaat om e-health ontwikkelingen? Vaak dat er toepassingen zijn, als ze het weten, dat die niet door ons betaald zouden worden. Zoals?
ja, zoals zorgrobots, alarmeringssystemen, et cetera. Dan zeggen ze, die zijn er toch, kom op met die dingen. Ja, waarom worden die niet vergoed? Ja. Nou is het zo complex dat in het zorgsysteem ze aangeboden moeten worden door de thuiszorginstelling. En daar ziet men vaak de ruimte niet, omdat het vaak uurtje factuurtje wordt betaald. En dat systeem is gebaseerd op handenwerk. Vandaar ook dat we elkaar opzoeken, omdat die handjes zijn er niet meer. Dat beseffen wij ons ook, dus wij willen daadwerkelijk wel die financiële ruimte bieden. Alleen uiteindelijk moet het wel uit kunnen. Ja. En daar zijn we samen nu naar op zoek. Ja. En wat is iets waarvan u zegt, ja, dat zit er misschien wel aan te komen. Dat zou een aantal problemen waar we nu nog mee zitten echt oplossen. Welke toekomstperspectieven, met andere woorden, ziet u? Ja, ik denk dat het eigenlijk een combinatie is van al die technologieën die er zijn. Wat ik nu zie is dat er heel vaak in puntoplossingen wordt bedacht. Dus we doen heel veel pilots, hebben wij in het verleden ook gedaan, met een zorgrobot of een pilot met leefstijlmonitoring in huis. Ik denk dat die allemaal waardevol zijn. Alleen de crux zit hem in het totale zorgproces en hoe we daar dan technologie inzetten. Ja. Maar ik zie heel veel mogelijkheden in het monitoren van mensen, in het verzamelen van data en dat toepasbaar maken voor de mensen die de zorg rondom zo'n ouderen verzorgen. Om dat dan simpeler en makkelijker te maken, zodat die wat minder stress hebben, wat meer tijd hebben om daadwerkelijk, zeg maar, voor die persoon echt te zijn. En daar zie ik heel veel mogelijkheden in. En spraak bijvoorbeeld. Nu hebben we nog vaak het probleem dat die technologie nog complex is. Vaak gebruikt wordt op systemen die ouderen eigenlijk helemaal niet kunnen bedienen. Hmm. En we zien nu veel ontwikkelingen in slimme technologie zoals spraak. Waar je eigenlijk door te praten met een systeem oplossingen kunt bieden. Ja, ja. Kunt u zich een situatie voorstellen in de toekomst dat een robot de aanwezigheid van een zoon als Menno overbodig zou hebben gemaakt, zoals u in de situatie met uw moeder hebt moeten meemaken? Ik ben van innovatie, dus ja, dat kan ik me voorstellen. De vraag is of je dat ook moet willen. Dus ik geloof niet dat technologie alle zorg moet gaan vervangen. Ook al zou het technisch gezien kunnen, dan vind ik nog steeds dat eigenlijk de mooiste oplossing zou zijn een combinatie van. Hmm. En dat zien we nu eigenlijk onderzoek ook in de coalitie die we samen met de gemeente Breda, waarin eigenlijk de mantelzorgers zeggen, ik heb nu eigenlijk veel meer quality time met mijn moeder of vader. Ja. Omdat technologie een heel stuk ontzorgt. Ik hoef me op bepaalde dingen niet meer druk te maken. En dat betekent op momenten dat ik met mijn ouders er ben, dat ik ook daadwerkelijk er een leuk moment van kan maken. In plaats van dat ik me druk moet maken of belerend moet zijn. Hmm. Dus voor mij is de ultieme is eigenlijk de combinatie van mens en technologie. Best of both worlds, zoals ze zeggen. Ja. Bedankt voor dit gesprek. Ook bedankt.